het blote voetenpad laten zien. Het is het allereerste blote voetenpad in Beverwijk. Er is helemaal nog nooit een blote voetenpad in Beverwijk geweest. En jullie zijn degene die hem als eerste mogen uitproberen. En Jasmijn en Rosa en Boet die weten al heel goed hoe die werkt. Dus als jullie nou tellen van 5 terug naar 0, dan gaat Boet het lintje open doorknippen en dan is hij geopend. 5, 4, 3, 2, 1 en ja, ja, ja. Nou, ga maar. Vandaag is de opening van het Blote Voetenpad in speeltuin Moby Dick. Kun je daar iets over vertellen? Ja, wij hebben in Beverwijk een natuurspeeltuin. En we merken dat kinderen heel vaak op blote voeten lopen. En een aantal jaar geleden hebben we de waterbaan gemaakt. En deze zomer is de waterbaan verlengd. En dat leek ons een ideaal parcours voor een blote voetenpad. Dus we hebben bordjes opgehangen en vlaggetjes opgehangen. En wij hebben dus sinds vandaag het enige blote voetenpad in de IJmond. En daar zijn we eigenlijk best wel heel erg trots op. En hoe zijn jullie op het idee gekomen? We hebben vorig jaar tijdens de vakantie zelf een blote voetenpad gelopen. En in de Kop van Noord-Holland is een speeltuin met een blote voetenpad. En ja, het doet soms best wel pijn op blote voeten lopen, maar het is ook wel een hele ervaring. En lekkere vieze voeten krijgen, dat is denk ik heel gezond. En dat doen kinderen en volwassenen veel te weinig. Is dat voor alle leeftijden? Ja. De speeltuin is open voor kinderen van 1 tot 14 jaar ongeveer. Moet je lid zijn van de speeltuin om hier te kunnen spelen? Nee, je hoeft niet lid te zijn. Het is natuurlijk wel heel leuk als je lid bent. Voor €19 word je lid. En dan kun je spelen in alle drie de speeltuinen in Beverwijk. Maar je kunt ook een loskaartje kopen voor €1 per dag. En dan kom je gewoon lekker de hele dag spelen. Waar lopen de kinderen overheen? We beginnen in de waterbaan. Dat zijn, is beton en stenen en rotsen en water. En vervolgens loop je door takjes en het moeras met klei en slik. En dan ga je het bos in en daar heb je houtsnippers en zand. En vervolgens lopen we ook nog een stukje over het gras. En we eindigen weer met houtsnippers. En houtsnippers doet best wel een beetje zuur. En hoe lang is het pad? Ongeveer 150 meter. Is de speeltuin het hele jaar open? Nee, de speeltuin is open vanaf de voorjaarsvakantie in februari tot en met 31 oktober. Kunnen alle kinderen er spelen ook als ze een handicap zouden hebben? Ja, de kinderen kunnen ook spelen als ze een handicap hebben. Deze speeltuin is goedgekeurd door het NSGK. En hebben jullie het blote voetpad al gelopen? Ja. En hoe was dat? Heel leuk. Vertel eens, wat voelde je aan je voetjes? Ja, heel erg veel nattigheid en modder. En heb jij hem ook al gelopen? Ja, ik heb hem wel gelopen en je voelt echt heel veel modder tegen je voeten. Dus daar gewoon een heel bad lijkt net met modder. Dan moet je doorheen lopen en ja, dat was gewoon superleuk. Jouw moeder is hier vrijwilliger. Ben je hier vaak aan het spelen? Ja. Hoe vaak? Ik denk 5 keer in de week. En heb je het blote voetenpad al gelopen? Ja. Hoe was dat? Pijnlijk, maar ook leuk. Hoe vaak heb je die al gelopen? Ik denk 4 keer. En heb jij het blote voetenpad al gelopen? Ja. Hoe was dat? Heel leuk. Wat vond je leuk aan het blote voetenpad? Nou, vooral door het water lopen. En waren er nog speciale plekjes die je leuk vond? De modder. Volg Facebook en kijk wat er allemaal voor leuke activiteiten zijn in Moby Dick. En mocht je het leuk vinden om een keer te komen spelen of vrijwilliger te worden, dan ben je altijd van harte welkom om je te melden aan de tafel bij een van de vrijwilligers.